Goddamn bikers! Dan heb je zo van die die niet kunnen rijden. That was a girl. That was a girl, man. All or nothing. Dan belde iemand mij die ik al 4 jaar niet meer heb gehoord. Opflikkeren. Fuck, ik heb geen portefeuille bij. Fuck al. Ik weet alleen nog altijd niet waar ik nou moet parkeren in Turnhout. Dit is die eikel die altijd mijn pakketjes niet mee in de bus duwt. Ik heb denk ik elke 2 weken dat ik massage heb. Stress in de schouders. Maar een turnout is dus een hele goeie. Komen we straks langs. Not sponsored. Het is verdomme druk hier, hè. Dan heb je zo van die m*** die niet kunnen rijden. Oh, Jon is jarig, hè. Goddamn bikers. We are on our way to turnout to Sven van Gestel for the photoshoot of the All or Nothing campaign. It's a brand new year, so we need new photos, freshen everything up. I've lost some weight, so I need new photos to make sure it looks good. Sven did all my photos for the last couple of years, so always good times, very talented, really excited. See you all there. Not home. Hey, gangsters! Candid camera. What's up? How's kids? I'm not walking. Hi, mom. This mom? Cool. Coming up. Dit doe ik dagelijks. Oh ja, geen filmfoto's. Fotoshoots. Druk, hè? Dagelijkse fotoshoots. Alright. Alright, zullen we eens een koffietje doen of zo? Tuurlijk. Net nog één gehad, maar doe maar. Logo onderaan en dan ik die er zeg maar achter sta. Met portret? Vanaf hier gewoon. Ja. En dan heb ik, ja, we gaan gewoon met zwart shirt doen. Maar ja, die foto's kunnen we dan ook voor gewoon gebruiken natuurlijk. Ja. Ze worden ook de press kit, maar ook voor dat artwork. En hier komt zo licht van onder. Zou dat cool zijn? Ook cool als je straks een shot hebt van, zo van die foto's in Lightroom. Hij zat dat toen op zijn druk zitten. Mooi daar. Oh, daar in Engels ook. Spreek je Engels? Ja, Engels om. Wat ook in het Engels. Nee. Je moet niet filmen, Jill, want normaal moet dat met een gele peer, hè? Een geel licht. Ja, we gaan even kijken. Dan gaan we zelfs even kijken dat we die geel en die blauw toch op een andere manier, misschien toch iets van beneden of zo, misschien dat er ook goed is. Ben ik benieuwd hoe dat nou met de kleur eruit ziet, maar ik heb nu helemaal geen idee. Nee, ik heb nou die kleur al hebt. Meteen zo een bioscoop film. Heel filmisch, cinematisch. Het is wel precies zo die vuurgeel wat ik ja, ja. Oké, zullen we dan nu voor de echte beginnen? Ja, nu voor de echt. Hoppakee. Dit dynamische, dan staat het. Ik vind juist net, ik vind het actievere houding. Een paar van die nog. Ja, wel links en rechts ook misschien profiel, maar je kan er altijd mee iets in de campagne dat je hem... En deze afstand is zo perfect. Ja, vind ik ook vet. Iets met body ook. Ja, dat je nog die tattoo ook ziet. Ja. It's a wrap, yo! Sven, heel erg bedankt. Dank je wel. Top. Dag kijkers!
Fijn autootje. Ja? Ah, fijn avond. You guys are fucking lame. What happened here? Alcohol. Yeah. Alcohol. Nou, dat was een meisje. Ik bedoel. That was a girl. That was a girl. Otherwise, we have to put the subtitles. So much work. Time out. There was a girl. That's all we need to know. There was a girl. And that's the story of that. And the girl is no more. What? What? Oh. What? Oh. Hi, Jack. What's that? What's that? It's a camera. So Lucas. There was a girl. Ooh. All he said. Ooh. Sorry. It wasn't good. It wasn't my fault. It wasn't good. Yeah, good. It wasn't good. It wasn't my fault. It wasn't good. So, just got off stage at Airport Festival in Denmark. Played the first two tracks of the All or Nothing EP. Sick reaction, really happy. Couldn't have gone better. If the other two tracks are gonna do the same way, then I'm a really happy man. Thank you, Airport Festival and Q Dance, for having me, and see you next year. Ik ga een gangbang organiseren. Kom allemaal langs. Hey, kijk naar de stoel. Well, I did an album in 2014. Nee, wanneer was dat? Nou, dat boeide ook verder niet. Ja, want ik dacht, ik was blij dat ik er vanaf was. Dan moet het weer opnieuw. All or nothing. Well, after two albums and a lot of singles, I again found myself with a lot of ideas and a lot of concepts in mind. So I was like, let's make an EP, let's pick the number of four tracks and make four tracks that really symbolize me as an artist. So one main track, one really a dance floor smasher, one that's a bit harder, and then one that's a bit out of the box. That way I was like, all or nothing, I'm gonna choose the best ideas that I have, all the rest I will just throw away. Not only music wise, but in my personal life, I also try to adapt that mindset, all or nothing, like we're gonna do something good or we're not gonna do it. Same with like my sport activities, weight loss, all that kind of stuff, which you will see in the later episode. Yeah, all or nothing in all aspects of life, music, personal, that's the way to go.
the tracks of the EP will be a bit different, but like with a refreshing sound, in my opinion. You want to stay true to your sound, but you also want to make it like refreshing. And that resulted in, like, again, a lot of new kicks, sound design. I've been making like screeches for days, new leads. And besides that, I switched to Ableton Live. I always worked with Cubase for the last 10 years, I think. So there are new options in Ableton that I didn't have in Cubase. Yeah, that definitely is good for the creative process. This year I'm going to release at least one track per month, so I hope you like my music, because there's going to be a lot of it. Working on some cool collabs, one that's coming in May or June. Then I'm working on a track related to an event, but it's not an anthem, so try and figure out what that will be. Of course, the Elite is launched with Kuhn and the Tweakers, a brand new act. We are making a lot of new tracks for that. We will be launching it at Reverse. We also did the anthem. Yeah, it's gonna be a sick year with a lot of new music. All or nothing.